WNL-presentatrice Fidan Ekis geeft haar visie op de ophef rondom haar werkgever Bert Huisjes. Hoewel ze altijd professioneel contact met hem had, is ze geschrokken van de heftige verhalen. Het heeft me geraakt. Het zijn collega's die ik al veel langer ken, en ik vond het echt verdrietig om te zien en te lezen wat zij hebben meegemaakt, deelt ze op NPO Radio 1. Ekis, bekend als opiniemaker, valt op door haar terughoudendheid. Lex Uiting merkt op dat ze zich op de vlakte houdt, Waarop tv-kenner Rob Gooses benadrukt dat het begrijpelijk is als ze de problemen niet persoonlijk heeft ervaren. Gooses merkt op dat Ekis als freelancer minder te maken heeft met roosterconflicten en zwangerschapskwesties, waardoor haar persoonlijke beleving anders kan zijn. De nieuwsgierigheid naar Ekis mening over huisjes blijft echter bestaan. Gooses vermoedt dat ze zich op dit gebied inhoudt en kijkt uit naar haar eerlijke standpunt over de situatie rondom huisjes.